Heer ministers, ik kan begrijpen als je het zelf niet meer ziet zitten, of als je het niet meer kan, of als je radeloos bent, ruzie hebt en je kippen ook, dat je zegt, ik ga beroep doen op de buitenwereld. Ik ga beroep doen op experten. Maar het wordt heel triestig als die experten er ook een potje van maken. 100 km/u, maatregelen van 50 jaar oud, autoloze zondagen en dergelijke meer. Misschien kunnen ze vragen aan de NMBS dat de treinen wat trager rijden om elektriciteit te sparen. Dat zou niet slecht zijn. Het wordt een ander ook nog triestiger, denk ik, als die experten onder elkaar ook nog in de clinch gaan. Als uw expert, als ik lees dat uw expert de checks wil afschaffen, de eco-checks, de Malta-checks wil afschaffen, en uw expert, premier, die dan zegt, we gaan een nieuwe check invoeren, we gaan een energiecheck invoeren, dan begrijp ik het niet meer. En ik begrijp het ook niet meer dat jullie hier de ene week staan om te zeggen, we gaan de lasten op arbeid verlagen. En wat hebben jullie de laatste week gedaan met de lasten op arbeid? Je hebt ze verhoogd. Want je hebt hier pertinent geweigerd de belastingsschalen te indexeren. Iets wat terug aan de brave werkende burger 1,5 miljard euro extra kost. En we horen hier de laatste week niks anders. We horen over pensioenen. We horen uitstelgedrag over de verlenging van de kerncentrales. We horen uitstelgedrag over de koopkracht. We horen uitstelgedrag over de fiscale hervormingen. We horen hier partijvoorzitters die elkaar in de garen zitten. Uw partijvoorzitter, meneer Lagarde, het is een catalogus waar je geld kan gaan zoeken. Meneer Boucher, hij noemt het zelfs beledigend wat jullie doen. C'est insultant ce que vous faites. Ik heb maar één vraag, heer de ministers. Wanneer zullen jullie stoppen met kakelen en wanneer gaan jullie eindelijk eieren leggen? Ik dank u. Een moeilijke situatie. Bijzonder veel mensen stellen zich veel vragen. Stellen zich veel vragen over vandaag en stellen zich veel vragen over morgen. En als we kijken naar de situatie, dan zijn er vandaag geen duidelijke tekenen dat we zouden kunnen zeggen in de komende maanden gaat de situatie op de energiemarkt veel verbeteren. Vandaag hebben we die tekenen jammer genoeg niet. Maar we moeten als politici ook eerlijk zijn. Het is onmogelijk om de volledige financiële impact van deze crisis voor iedereen te kunnen opvangen. Als maatschappij is het onmogelijk om waarmee wij geconfronteerd zijn. Een energiecrisis op basis van een oorlog vlak nadat we de pandemie gehad hebben, om dat volledig als maatschappij te dragen, dat is onmogelijk. Wie het omgekeerde vertelt, die draait de mensen een rat voor de ogen. Politici moeten stoppen met onhaalbare beloftes te doen. Wie hier vandaag onhaalbare beloftes komt doen, die helpt de mensen niet. Het is juist het tegenovergestelde. Die maakt dan een belofte die je daarna niet kan waarmaken en dat maakt het voor iedereen nog veel erger. Uiteraard ook een belangrijke rol spelen. Een belangrijke rol spelen in dat maatschappelijke debat. Ik hoop dan ook van harte dat u de blauwdruk die er binnenkort aankomt, dat u met een kritische blik zal bekijken. Met een blik ook op de toekomst. Maar vooral ook dat u allen dat debat een eerlijke kans zal geven. Ik dank u. Premier, uw partij is 22 jaar aan de macht. Meneer de vicepremier, uw partij is bijna aan de macht, ononderbroken sinds Wereldoorlog 2. We zijn wereldkampioen. We zijn wereldkampioen met 54% in overheidsbeslag. We zijn tweede in Europees kampioenschap belastingdruk op arbeid met 40%. We komen net naar Italië. En kapitaal, heren socialisten, belastingdruk op kapitaal is in dit land ook 40%. Vlak na Frankrijk, even hoog als de lasten op arbeid. Als u dus iets doet aan het uitmesten van de koterij, waarin dat je gelijk hebt, die koterij moet uitgemest worden, of de kipstal moet uitgemest worden, we kunnen het ook zo uittrekken, zodanig dat je ook je ei kunt leggen. Nee, de vicepremier. Maar het kan op één manier en het is verminderen van de lasten en niet alleen verschuiven van de lasten. En wat de koopkracht betreft, één oplossing. We nemen het dirigeerstokje af van Vivaldi en we sturen het orkest naar huis. Ik dank u.